Nou is het hier druk en het is droog en het is zomers. Dus, en we zijn keurige jongens bij e-drivers, dus we doen eventjes normaal. Wil je en heb je natte ondergrond en heb je de ruimte, dan kun je heerlijk vegen met zo'n ding. Nieuwe voorraad in onze e-drivers.com duurtestgarage. We hadden een hele mooie BMW i7. Die is ingeruild voor een zeker net zo mooie BMW i5. En we hadden een Hyundai Kona, wat een goede auto is. Maar die hebben we ingeruild voor een nieuwe Hyundai, wat ja, eigenlijk een betere auto is. Nou, in ieder geval een meer innovatieve auto. Maar straks, hè? We gaan het straks hebben over die innovaties in deze auto. Maar eerst even de Hyundai Ioniq 6. Hoe we zouden ervan rijden in Nederland? Nou, ze hebben mij altijd geleerd, als er ongeveer 5000 auto's of meer in een land, in Nederland rijden, dan zie je ze met enige regelmaat. Of andersom, als je een auto met enige regelmaat ziet, dan zijn er in ieder geval meer dan 5000. Dat is een soort van ongeschreven regel of zoiets. Nou, zie je hem vaak? Niet zo vaak, hè? Dat klopt. Het zijn er ook minder. 1600 stuks zijn er in Nederland. En nou zijn er 55.000 Tesla's Model 3. Dat is veel, hè? 55.000. Aan het eind van het jaar komen er flink wat terug uit de leasemarkt. Dat is een heel ander verhaal, maar best interessant overigens. Maar 55.000 Tesla's Model 3. Dat is 35 keer zoveel als dat de Hyundai Ioniq 6 rijden. Hoe komt dat? Nou, in de tijd van die Tesla Model 3 was er veel minder keus. Er is nu veel meer keus. En als er meer keus is, dan zijn ze individueel vaak iets minder succesvol. Als je nou een van die 1600 bent, hè? Een van die 1600 mensen die hier naar Ioniq 6 rijdt, reageer eens op redactie@edrivers.com wat je ervan vindt. Hè? Of je je soms stoort aan een piepje te veel, of dat je denkt, oh lekker al die bagageruimte, of dat snel laden, welke tips en tricks jij hebt. En als je nou een elektrische Kona hebt of een Ioniq 5, Ioniq 5 is technisch overeenkomstig met de 6, ook gewoon reageren. Het ding is extreem efficiënt. Dit is een auto die voelt geen wind, zo moet je dat bijna zien. Het heeft een hele lage aerodynamica en dat betekent dat hij dus afwijkend van vorm is. De Saab, de oer-Saab. Moet maar eens opzoeken. Dat was ook zo'n auto. Dat was bijna een vliegtuigje, maar dan zonder vleugels. Saab was ook vliegtuigproducent. Maar goed, dat dingetje dat sneed ook door de wind. Nou, ze hebben bij Hyundai goed gekeken naar die auto. Hoe ze dat destijds bij Saab deden. Deze auto heeft dus een lage aerodynamica. Dat betekent dat hij afwijkende vorm heeft. En dan zijn er mensen die zoiets hebben van, vind ik het mooi? Nou ja, dat is hartstikke persoonlijk. Feit is dat we regelmatig, we rijden nu inmiddels al een poosje in de Ioniq 6, dat we regelmatig door mensen worden aangesproken. Zo, doen we ze even open. En dan vinden ze dat dit een bijzondere auto is. Bijzonder van vorm. Dat betekent dat hij misschien een klein beetje polariserend is. Dan zie je er iets minder. Dat is ook wel weer lekker, hè? Kijk, de hele straat rijdt in een Tesla Model 3. Maar niet in een Ioniq 6. Dus je hebt toch wel weer iets unieks. En dan eventjes over die innovatie, hè? We weten het denk ik ook wel. 800 volt laadsysteem in de Ioniq 6. Zowel Hyundai als Kia, is één concern, die bieden dat aan. Audi, Porsche, met de Taycan, de e-tron GT ook. Je ziet nu dat ze met de Macan, de A6, de Q6, dat soort auto's, die krijgen het ook. Dat betekent dat je twee keer zo snel laadt als 400 volt. Dat lijkt me heel logisch. Het is alleen niet overal voorhanden. Is het er niet, dan laad je op 400. Is het er wel, dan laad je sneller. Waar gaat het om in de praktijk? Nou, dat is heel eenvoudig. Van 10% tot 80% acculading. Als je op de goede plek staat, als de omstandigheden, de laadunit, de hoeveelheid beschikbare energie perfect is, dan laad je 10-80% in iets meer dan een kwartier. En dat is serieus, hè? En als je dan weet dat je een praktische actieradius hebt van ongeveer de 500 kilometer, theoretisch van ruim 600, maar praktisch van rond de 500, en snel laden, nou, dat is fijn. Het is een beetje een bipolaire auto eigenlijk, hè? die Ioniq. 6. We hebben een Tesla Model 3 Performance. Dat is zo'n dikzak met heel veel vermogen. Dan kun je het vermogen helemaal naar de achterkant doen, helemaal naar de voorkant. En dit is eigenlijk gewoon een hele keurige Hyundai. Die kan dat ook. Je hebt in de Hyundai Ioniq 6 met tweewielendrijving, je hebt met vierwielendrijving, heb je twee elektromotoren. Die hebben wij met de dikke accu, de 77 accu. En als je dan het systeem induikt, het vraagt enige kennis, ik geef het toe.
druk je eventjes op de dynamic mode. Daar kun je dus variëren in eco, normal, sport. Nou, als ik nou ingedrukt hou, dan gooit hij de traction control uit en het stabiliteitssysteem. Daarvan gooit hij de mijlkorf een beetje weg, maar blijft nog zeg maar aan één oor hangen. Hij is er nog wel een klein beetje, maar laat wat meer toe. En dan moet ik even het systeem in. En ook dat vraagt enige kennis. Kijk, dan gaan we hier naar sterretje. Van sterretje gaan we naar voertuig. En van voertuig gaan we naar rijmodus. En van rijmodus gaan we naar custom mijn rijmodus. En dan weer naar instelling. Ah, ik heb het niet overdreven, hè? Het vraagt enige kennis. Maar dan kom je ergens uit. Hier zo. En dan doe ik de aandrijving. Kijk, en die kan naar tweewielendrijving. En dan kun je twee dingen realiseren. Of heel veel efficiëntie, omdat hij maar één elektromotor gebruikt. Dus hij varieert niet digitaal afhankelijk van de situatie tussen de elektromotoren. Hij doet zelf één elektromotor. Dus dat is veel zuiniger. Of, en dat spreekt mij dan aan, alleen maar achterwielendrijving. En dan kun je lekker gaan trappen. Nou is het die druk en het is droog en het is zomers. Dus, en we zijn keurige jongens bij Indrives. Dus we doen eventjes normaal. Wil je en heb je natte ondergrond en heb je de ruimte, dan kun je heerlijk vegen met zo'n ding. Grappig. Het is er misschien niet voor bedoeld. Hoewel ook weer wel, want de Hyundai is veel meer dan een keurig merk. Hè. Ze komen niet voor niks met een N. Nee, en ze hebben niet voor niks zo'n hele modder vette gave Ioniq 5N met van alles en nog wat. Het ding was echt super om te rijden. Die techniek komt ook in deze auto. Dus het is wel degelijk een beetje een bipolair merk. Dus enerzijds toch wel heel veel sportiviteit naar wens. En aan de andere kant efficiëntie. En dan mag je zelf lekker invullen. Waar je het best bij voelt. Het is een beetje Grand Coupé-achtige lijn, hè? Of een vierdeurs coupé, mag je het ook wel noemen. En die zien er vaak afwijkend uit. En hebben dan een consequentie, ietsje minder bewegingsruimte. En dat valt eigenlijk heel erg mee. Achterin, prima. Je zit wel net een klein beetje met je benen gebogen, hè? Omdat die vloer wat dikker is vanwege de accu die erin zit. Is eigenlijk gewoon gebruikelijk, hè? Bijna gebruikelijk bij elektrische auto's. Voorin zou ik een tandje lager willen zetten, maar veel bewegingsruimte. Eigenlijk geen negatieve consequentie op basis van het design. Maar het voordeel, hè, een lagere CW-waarde, is meer efficiëntie. Dus fijn natuurlijk dat je de voordelen pakt, maar dat de Hyundai ervoor heeft gezorgd dat die nadelen eigenlijk niet in het interieur terugkomen. Het dashboard kenmerkt zich door heel veel mogelijkheden, heel veel veelzijdigheid. Dat betekent ook dat er heel veel zit, dus dat vraagt om een klein beetje studie. Wat fijn is, automatisch inparkeren. Als je dat niet zo in de vingers hebt, dan kan de auto dat voor je doen. Altijd prettig natuurlijk. En wat ook fijn is, vehicle to load, vehicle to grid. Oftewel stroom terugleveren aan het systeem waar we allemaal aanhangen. Of terugleveren aan je koffiezetapparaat of aan je elektrische fiets. Ja, en dat is natuurlijk allemaal bij elkaar, dat is ook weer die innovatie. Hè? De innovatie die inmiddels hoort bij een merk als Hyundai. Die zo ver zijn al met die ontwikkeling van die elektrische auto. Door hem niet alleen efficiënt te laten rijden en goed. Maar eigenlijk al die mogelijkheden, die toepassingen. Die bij sommige automerken nog helemaal niet van toepassing zijn. Dat hebben zij dus wel. Hè? Dat stroom terugleveren. Of stroom leveren aan een systeem wat je bij de auto hebt staan. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk waar het naartoe moet. En dat bieden ze dus aan in een midsize auto. Vanaf om en bij de 45.000 euro. En neem je de dikzak, dat is deze, meer vermogen, dikkere accu, eventueel aandrijving naar twee wielen en meer uitrusting. Uiteraard voor meer, maar de keuze is reuze bij Hyundai. Je begint met een basis of je gaat naar een dik uitgeruste, zoals deze duurtester.